De provincie heeft dinsdagmiddag laten weten dat ze niet van plan is de ontheffing die nodig is voor de bouw van Decathlon op Sportpark Harga te verlenen. De gemeente vindt dat teleurstellend en onbegrijpelijk. Zojuist hebben wij inderdaad het bericht gekregen dat er in ieder geval het conceptbesluit van de deputeerde staten een negatief besluit is. En ik kan je zeggen, in ieder geval vanuit het college gezien vinden wij dat echt onbegrijpelijk. En persoonlijk wil ik er aan toevoegen dat het ook nog zeer teleurstellend is. Wat er nu aan de hand is en het hele besluit dat voor ligt, dat het natuurlijk gewoon heel Schiedam raakt in de breedte. Zowel sociaal-maatschappelijk als het gaat over gezondheid, sportparticipatie. Daar is gewoon echt nog heel veel in te doen in Schiedam. Maar ook als je kijkt naar de positieve spin-offs zoals het centrummanagement dat zelf ook aangegeven heeft. De 300 winkels die zij vertegenwoordigen. De spin-off die dat kan hebben voor de binnenstad, die is enorm met een kleine half miljoen bezoekers aan de stad Schiedam, die altijd een spin-off zal hebben. En om daarmee terug te komen op uw vraag, die belangen goed delen met de leden van de provinciale staten, dat zal zeker onze volgende zet zijn. En daar zit ook wel ons vertrouwen dat daar in ieder geval die belangen ook goed worden meegewogen. Naast de teleurstellingen, naast in ieder geval het onbegrip en leeft in ieder geval bij ons wat vertrouwen dat daar het in ieder geval het gesprek nog goed zal plaatsvinden.